What's up YouTube? Mowat hier van natuurlijk Prep the Food en Marbas Coaching. En ik heb de vorige keer tegen jullie gelogen. Weet je waarom? Kijk maar. Maar ik beloof jullie wel dat ik actiever ga worden en dat ik gewoon dat ik er gewoon tijd voor ga maken. Gewoon tijd voor ga maken. Waarom lieg je nou? Waarom lieg je? Oké, mensen, het spijt me. Het spijt me. Ik kan er echt niks aan doen. Gelukkig gaat het zo goed. We hebben het zo druk. En ik ben af en toe gewoon een beetje die motivatie kwijt. Maar ik kom vandaag weer met een informatieve video. Wat jullie allemaal leuk gaan vinden. En waar jullie allemaal wat aan hebben. Want ik wil jullie geld besparen. Ik wil jullie moeite besparen. En misschien wel gezondheidsrisico's. Dus we gaan het vandaag hebben over eiwitpoeder en creatine. Dat zijn twee dingen die de meeste mensen wel gebruiken. Maar misschien niet eens weten waarom. En of ze het moeten gebruiken. En of het goed is. En er zijn nog steeds mensen die het niet gebruiken. Dus ik ga jullie vandaag vertellen waarom je het wel en waarom je het misschien niet hoeft of kan gebruiken. En we gaan dus beginnen met eiwitpoeder. Er zijn verschillende soorten eiwitten op de markt. Je hebt whey eiwitten, je hebt isolaat. Daar gaan we het nu niet even over hebben. We gaan het puur en alleen hebben over eiwitpoeder. En dan bedoel ik eigenlijk de whey eiwitten. Omdat het de eiwitten zijn die de meeste mensen even snel nemen na trainen. Waarom zou je dit moeten gebruiken? Allereerst, eiwitten zijn vrij simpel te halen uit je voeding. Tenzij je vegan bent of vegetarisch. De enige reden waarom dat wat moeilijker wordt is omdat je een beetje beperkt bent in de keuze van maaltijden. Kijk, als je een vleeseter bent en je houdt van vlees, dan kom je best wel gauw aan je eiwitten. 1,4, 1,5 keer je lichaamsgewicht is meer dan genoeg. Maar als je vegan bent, dan wordt het wel wat lastiger omdat je bepaalde dingen niet kan eten. In dat geval zou ik eiwitpoeder gaan nemen, omdat dat zorgt dat je makkelijker bij je eiwitbehoefte komt. Is eiwitpoeder noodzakelijk om te groeien? Nee, alleen als je moeite hebt om het uit je voeding te halen. Je kunt eiwitpoeder gebruiken, je kunt dit soort repen gebruiken. Het maakt allemaal niet uit, het is allemaal hetzelfde. Het zorgt er gewoon voor dat je meer eiwitten binnenkrijgt. Op een vrijwel simpele manier. Dus het kan ook helpen als je moeite hebt met eten. Dus, moet je per se een shake kopen? Nee, dat hoeft niet. Je kan prima alleen al op voeding vooruitkomen. Dat hoeft niet. Dus als mensen zijn die zeggen dat het moet, het is bullshit, haal het uit je hoofd. Diegene weet gewoon niet wat hij zegt. En het tweede wat we vandaag gaan bespreken is creatine. Creatine heb je in verschillende vormen. Je hebt creatine monohydraat. Dat is eigenlijk de meest pure vorm die er is. Is ook een van de betere vormen die er zijn. Je hebt creatine met pre-workout erin. Je hebt creatine met weet ik veel wat er allemaal in. Maar creatine over het algemeen, als je dat supplementeert, zorg je ervoor dat de totale creatineopslag in je lichaam wordt verhoogd met 10 tot 30%. Dat verschilt per persoon hoe goed je daarop reageert. En de creatine fosfaat verhoog je met 10 à 40%. We gaan niet heel erg diep in de stof. We houden het gewoon lekker simpel, zodat je begrijpt wat ik zeg en begrijpt wat ik bedoel. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat je reserveenergie wordt verhoogd. En dit heb je nodig tijdens korte inspanning. Dus tijdens de krachttraining kan je dit heel erg goed gebruiken. Je kan net een rep extra doen. Je raakt minder snel vermoeid. Dus dat zijn allemaal mooie en positieve dingen die haalt het creatine. Creatine moet je eigenlijk dagelijks innemen. Het is altijd een scoop van 5 gram. En dat kan je nemen op welke tijdstip je dan ook wilt. Maar voor betere opname kan je dat het beste doen na de krachttraining, na een goede maaltijd. Een eiwitrijke maaltijd of een koolhydraatrijke maaltijd, want dat zorgt ervoor dat je het beter absorbeert. Er zijn wel eens mensen die last hebben van misselijkheid of krampen. Als je dat hebt tijdens het innemen van creatine monohydraat, zorg er dan voor dat je het neemt na de krachttraining en nadat je wat hebt gegeten, zoals ik net al heb gezegd, want dat verbetert de absorptie. Creatine zorgt er dus voor dat je net wat harder kan gaan in de sportschool. Maar de grootte hiervan, dus hoe sterk je daarop reageert, dat verschilt per persoon. Merk je dat je daar minder goed op reageert, doe dan het tweede wat ik net heb gezegd. Dus eerst de krachttraining, even wat eten en daarna creatine innemen. Heb je het gevoel dat je er sowieso al goed op reageert, dan kan je het gewoon innemen wanneer je wilt. Ik doe het zelf altijd in de ochtend en de reden waarom ik dat 's ochtends doe, is zodat ik het niet vergeet. Dus ik probeer elke dag één scoop te nemen. Een klein scoopje is 5 gram. Creatine monohydraat trouwens, zodat ik het elke dag neem. Als ik het later op de dag ga doen of na de krachttraining, dan ben ik bang dat ik het vergeet. Dus dat is eigenlijk de enige reden waarom ik het 's ochtends doe. Maar voor betere inname kan je het beste na de krachttraining doen, na een eiwit- of koolhydraatrijke maaltijd. Dus, we hebben het vandaag over eiwitpoeder gehad en creatine. Ben je van plan om een van die twee aan te schaffen? Doe het vooral als je merkt dat je of niet aan je eiwitbehoefte komt of je hebt er heel veel moeite mee.
En creatine moet je eigenlijk altijd nemen om je sportprestaties te verbeteren. Ik heb het heel erg simpel gehouden. Ik ben verder niet ingegaan op de precieze werking daarvan, hoe je lichaam het absorbeert en bla 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 bla. Heb ik expres gedaan omdat ik het filmpje gewoon lekker kort wilde houden. Gewoon kort, maar krachtig. Ik heb ook het idee dat niet iedereen dat boeit. Dus vandaar dat ik het gewoon zo lekker simpel heb gehouden. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Ik hoop dat ik jullie hiermee geld bespaar. Want we gaan nog veel meer producten behandelen. Sowieso pre-workout, BCAA. Wat heb je nog meer? Weet je wat? Comment below. Laat een reactie achter met supplementen die je misschien neemt. Waarvan je denkt van, moet ik die wel nemen? Het kost me veel te veel geld. En ik heb niet het gevoel dat het wat doet. Comment gewoon hieronder en ik ga dat bespreken. Maar ik hoop dat jullie hier sowieso al wat aan hebben gehad. En ik zie jullie bij mijn volgende video. Pauw!